Hoi en welkom op mijn kanaal. Vandaag heb ik weer een filmpje voor jullie over niet-make-up beauty dingen. Deze keer leek me leuk om jullie weer een keer een filmpje te gunnen over het waksen van benen. Een hele tijd geleden heb ik al een filmpje gedaan over mijn eerste keer benen waksen. En het lukte wel en er zaten wel wat nuttige dingen in, maar ik wist niet waar ik mee bezig was, want het was mijn eerste keer. Dus deze keer wilde ik een filmpje doen met daadwerkelijke tips en tricks. Nu ik daadwerkelijk al een paar maanden, jaar of zo, mijn benen waks. Ik heb geen flauw idee hoe lang, maar nu weet ik in ieder geval uit ervaring waar ik het over heb. Dus zo met de zomer in het vooruitzicht en rokjes weer en korte broeken weer, leek me wel een handig thema. Ik vind zelf persoonlijk namelijk het waksen van benen. Ja, weet je wel, om te beginnen, je hoeft het niet iedere week te doen, want het blijft, ja, het verschilt een beetje per persoon, wat voor haarkleur je hebt ook. Maar het blijft gewoon wel weken weg, terwijl met scheren, dan moet je het na een paar dagen of na een week toch echt weer opnieuw doen, want anders ga je stoppels zien. Daarbij, met scheren haal je het topje van de haar eraf, waardoor die eigenlijk visueel dikker terugkomt, omdat die niet spits afloopt, maar echt tjak en dan dik. Terwijl met waksen, dan groeit de haar gewoon opnieuw terug, waardoor die toch dunner blijft. Dus dat vind ik zelf allemaal pluspunten, vandaar dat ik graag zelf waks. Dat en het feit, ik ben een cheapskate en het is, vind ik, goedkoper om wax te kopen dan om iedere keer nieuwe scheermesjes te kopen. Dat scheelt. Ik wax zelf alleen mijn benen trouwens en heel soms onder mijn wenkbrauwen. Mijn oksels heb ik geprobeerd, maar dat is heel moeilijk om te doen op jezelf, omdat die haren in verschillende kanten groeien. Je kan de huid niet strak houden, want je hebt dan eigenlijk gewoon een hand weinig. Het is mogelijk, maar voor tips daarover moet je niet bij mij wezen. Ik heb het geprobeerd en er kwamen iets van 3 haren uit en de rest bleef lekker zitten. En toen kon ik het alsnog scheren. Geen aanrader. Dat tips daarover moet je gewoon niet van mij aannemen. Maar goed, om te beginnen leek het me handig om jullie even te vertellen wat je nodig hebt voor het waksen van je benen. Om te beginnen warm water, daar heb ik momenteel een pot wax al in staan, die heb je ook nodig. Ik gebruik suikerhars van de waxing shop, heb ik deze geloof ik vandaan, gewoon suikerhars. Die vind ik zelf fijn, ik zal hem even terug in het water zetten. Omdat je hem dus gewoon in heet water kan verwarmen, het is namelijk al een soort van zacht. Het is niet zoals die grote harsblokken die je echt in een waxmelter moet doen en alles, want dat is gewoon, vind ik, ten eerste de kans dat je verbrand is groter. Ten tweede, je moet dan of inderdaad het echt au bain-marie doen en in de keuken je benen gaan waksen. Of je moet het, ja weet je wel, of je moet ook nog een hele waxmelter gaan kopen. En dat vond ik dan weer te duur. En dit spul is al een soort van goopy en je hoeft het maar een beetje op te warmen om het te kunnen gebruiken. Wat gewoon een stuk handiger is, want je pakt een tel heet water, zet het potje erin en dan is het eigenlijk al gewoon bruikbaar. Als je een paar minuten wacht. Voor de rest heb ik houten spateltjes. Grote voor de benen, kleine voor eventueel het gezicht. Bikini line en dergelijke kan je er trouwens ook mee doen als je dat wil. Maar dat ga ik obviously niet laten zien. Voor de rest deze stukjes papier. Dit is een soort van, heb ik ook allemaal trouwens van de waxing shop. Niet gesponsord of wat dan ook. Maar het is een soort van fabric die niet makkelijk scheurt of wat dan ook. En die stop je dus op de wax. Gaan jullie eigenlijk allemaal zien. Om het er vervolgens af te trekken. Tot slot gebruik ik graag nog een soort verkoelende gel. Die hebben ze ook op de waxing shop, maar ik had er nog heel veel van Yves Rocher staan. Dus ik gebruik momenteel de Anti-Fatigue Ice Gel van Yves Rocher. Niet dat mijn benen er zo vermoeid zijn na het waksen. Maar gewoon omdat deze verkoelend werkt. En dat is wel zo prettig. Oh, en tot slot, die was ik al bijna vergeten te pakken. En oh, daar heb ik hem gelaten. Talkpoeder, die vergeet ik altijd bijna. Maar dat moet je eerst op je benen doen, zodat de wax niet al te erg aan je huid plakt. De vorige keer filmde ik dit in de badkamer. Deze keer ga ik het hier filmen. De microfoon is nu wel zo'n 12 kilometer van mij verwijderd. Maar de geluids- en beeldkwaliteit is gewoon beter dan wanneer ik het in de badkamer film met een hangende lamp ergens en gruwelijke echo. Dus vandaar, ik weet niet precies hoe ik dit het makkelijkst. Ik ga dit doen zodat jullie het makkelijk kunnen zien. Niet necessarily zodat ik makkelijk zit. Dat zal maar moeten. Hopelijk kunnen jullie me goed verstaan en laten we beginnen. Wat ik eerst ga doen is uiteraard talkpoeder op mijn benen stoppen. Tenminste, ik ga het even één voor één doen, want als ik mijn beide benen omhoog ga zitten, dan val ik waarschijnlijk achterover. Wrijf het er gewoon eventjes in. Geen super dikke laag natuurlijk, maar gewoon zodat het oké is. Trouwens, je kan het van deze afstand hoogstwaarschijnlijk niet zien, maar mijn haartjes zijn ongeveer een halve centimeter lang op dit punt. Dat is wel ongeveer voor mij een ideale lengte om ze te waksen. Houd er trouwens ook iets van een prullenbakje bij om de spateltjes en de papierdingetjes weg te kunnen gooien. Ideaal gezien is de wax lekker stroperig als je hem gaat aanbrengen. Wat ik graag doe is eerst alle wax aanbrengen en dan het eraf gaan trekken met het andere spul. Eén tip die ik je kan geven, het gaat namelijk niet dik worden of wat dan ook, dus je hebt alle tijd.
Eén tip die ik je kan geven is, zorg dat het A warm genoeg is, want anders is het gewoon te dik en goopy en dan krijg je die verspreid. Dan gaat het gewoon in zich opkrullen en dat is gewoon niet handig. Ten tweede, zorg dat je een zo dun mogelijke laag hebt, want anders ga je alleen maar hele bergen wax van je been aftrekken. In plaats van dat je daadwerkelijk de haren ook meeneemt. Eén ding wat heel erg helpen wax is als je lenig bent, want de achterkant van je been meekrijgen is tamelijk uitdagend. Ook één ding trouwens. Het werkt beter als het goed warm is, maar zorg wel altijd, één plekje daar vergeten. Maar zorg wel altijd dat het uiteraard niet zo warm is dat je jezelf ermee verbrandt. Oké, als je been er dan ongeveer uitziet als een geglazuurd gebakje, dan kan je dus een pad pakken. Zorg altijd dat je, ja weet je, de wax, had ik er misschien even bij moeten zeggen, moet je met de haarrichting mee, met de groeirichting mee, dus naar beneden toe op je been aanbrengen. Vervolgens moet je het er tegen de haargroeirichting in weer uittrekken. Dus zorg dat het onderste gedeelte van het ding, dat je dat nog kan pakken en niet compleet vastgeplakt zit. Ja, dat heb ik wel eens voor elkaar gekregen en dan heb je vervolgens hele vieze handen. Maar goed, ja, je hebt het zo en dan, zorg dat ik in beeld ben, trek je het er zo af. Zorg dat je dit niet op je favoriete vloer of je favoriete stoel doet, want dan heb je een probleem. Het is een plakkerig gedoe, maar het voordeel met deze wax is ook wel, je krijgt het er weer af met water, dus dat is wel zo prettig. Hetzelfde doekje kan je trouwens 2 of 3 keer gebruiken, dus dan leg je het gewoon weer neer. Wrijf je het erop. En je trekt het eraf. Qua pijn vind ik het trouwens persoonlijk niet zo heel erg. Ik vind persoonlijk het hele contordisme wat je moet doen om je been achter te voren te draaien om het erop te krijgen erger dan de pijn van het eraf trekken. Maar dat hangt een beetje van jezelf af. Ik bedoel, de een is gevoeliger op zijn benen dan de ander, dus... Ja, ik kan jou niet vertellen hoeveel pijn het bij jou gaat doen, maar ik vind het persoonlijk niet echt erg. Nog een tip is trouwens om als je niet zeker bent of je... Of je het voor elkaar krijgt om het eraf te trekken of je het durft, is om het eerst om een klein stukje van je been aan te brengen. Deze wax, deze specifieke wax, is tenslotte waterafwasbaar. Dus als je het niet durft, kan je het er gewoon weer met water afhalen. Maar op die manier, weet je wel, voorkom je dat je hele been in de wax hebt en dan erachter komt van, oh help, ik durf niet. Want dat zou een beetje jammer wezen. En nog eventjes stating the obvious. Oké, deze krijg ik waarschijnlijk niet voor elkaar fatsoenlijk te filmen. Maar als je nou wonden of schrammen op je benen hebt, ga er dan niet met de wax overheen, want dan scheur je het letterlijk open en dat wil je niet. Zou obvious moeten zijn, maar ik dacht ik gooi het er maar even in. Als je dan klaar bent met dat been, ik ga zo eerst even mijn andere been doen en dus ze dan tegelijkertijd afspoelen. Maar als je klaar bent, ga dan eerst eventjes je benen afspoelen, want er blijft altijd wel wat wax zitten en je wil geen... panty of sokken of wat dan ook aandoen en vervolgens hebben dat die helemaal vastgekleefd zitten, want dat voelt niet zo prettig. Dus vandaar. Oké, benen zijn klaar, benen zijn afgespoeld. Dus ja, op dit punt zie je wel wat rode plekjes trouwens. Dat is nog één tip. Ga niet je benen waxen vlak voor je echt van plan bent om naar buiten te gaan in een korte broek en dergelijke. Want ja, weet je, je ziet wel wat rode plekjes heel eventjes. Bij mij persoonlijk is dat binnen een uurtje weg, maar het kan ook een paar uur duren bij sommige mensen. Altijd leuk als een spul niet uit de tube wil. Maar goed, dat is dus in ieder geval hoe ik mijn benen wax. En ja, op dit punt heb ik nog andere tips die ik... Ja, één dingetje wilde ik nog zeggen. Ieder merk is anders. Meestal bij suikerharsen is het in ieder geval feit dat er bijvoorbeeld geen water bij moet komen. Maar als je in ieder geval een wax koopt, lees altijd de instructies op de verpakking. Gewoon voor de zekerheid. Dat is ook wel een goede tip. Oké, en dat was het dan, het complete filmpje. Ik hoop dat het nuttig was voor jullie. Als je het filmpje leuk vond... Uit nuttigheid of gewoon omdat je het leuk vindt om mij mijn haren uit mijn benen te zien trekken. Klik dan alsjeblieft op de like button, zou me heel erg helpen. En als je meer filmpjes wil zien, voornamelijk make-up tutorials, kun je ook altijd abonneren op mijn kanaal. Voor nu, als je nog vragen hebt over benen waxen, dan kan je ze altijd stellen. Dan probeer ik je een nuttig antwoord te geven. Qua lichaamsdelen trouwens, armen zou ongeveer hetzelfde zijn, maar ik ben van nature blond, geloof het of niet. Dus die zie je niet, dus die wax ik ook niet. Je kan ook je bikinilijn natuurlijk waxen. Persoonlijk heb ik daar het lef nog niet voor gevonden, maar dat kan ook. Het enige waarvan ik echt zoiets heb van... Een hele lastige is een oksels, die krijg ik zelf persoonlijk niet voor elkaar. Dus als je daar zelf nog tips over hebt van hoe je oksels kan waxen met de verschillende haarrichtingen en het handtekort komen, hoor ik het ook graag. En ja, dat was het dus voor vandaag. Heel erg bedankt voor het kijken van dit filmpje. Ik hoop dat jullie weer een hele fijne dag hebben. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!